Yo, kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch, en welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal van Rotjoch. En ik speel dit keer Call of Duty Black Ops 3 op de PlayStation 4. Jongens, ik heb deze game lang niet gespeeld. En ik ga kijken of ik een beetje kan... Oh, nee, jongen, even een gun zoeken. Ik ga lekker met de XR2 of zo. En ja, het is de eerste keer dat ik dit ga uploaden op mijn kanaal. Ik ben helemaal nieuw met Call of Duty Black Ops. Ik heb het toen... Ik heb het nu net twee dagen. Twee dagen heb ik het sinds ik het upload, dus... Eigenlijk heb ik hem gisteren gekocht. En ja, het gaat wel lekker. Ik wil wel weer goed weer aan het spelen. Maar het is wel heel erg inkomen weer. Want. Laatst had ik heel lang geen Call of Duty. Ah, motherfucker! Lang geen Call of Duty gespeeld heb. Heb ik ook heel lang niet meer op de console gespeeld. En helemaal nooit op de PlayStation een schietspel. Dus het is mijn eerste schietspel op een console. Auw, dat houdt in dat ik dus inderdaad heel erg moet gaan wennen nog aan alles en iedereen. En dat is best wel lastig, zeg maar. Dus voor mij heel erg wennen om natuurlijk weer eventjes en weer te schieten en te gaan praten en dat soort dingen. Maar voor mij is het weer eventjes een leerproces, want ik heb het heel lang niet gedaan. Ah man, heel lang niet gedaan. Dus voor mij is het even weer wennen aan de controls vooral. Alleen het kut is, ik heb deze map niet. Deze map heb ik nog nooit gespeeld. Oh yeah, buddy. Sit your ass down, bitch. Oh my god. Ik speel trouwens Team Deathmatch. En ja, we gaan er gewoon voor. Ik ben met leveltje 27 ben ik al, dus dat is wel lekker. Ik heb een stuk of 10 potten gespeeld. Oh man, oké, dit gaat echt niet lekker. Dit gaat echt niet lekker, jongens. Deze gun, oké. Jongens, ik wil gewoon rennen en run and gunnen voor jullie. Maar op een of andere manier, als we deze gun dat doen, dat is niet zo goed. Deze gun is meer een beetje gemaakt om een beetje te gaan campen. Ah, zebie, wat ga je daar campen? Ah, fuck it. Man. Oké, ik ga zoeken naar mensen. Wordt mijn rug beknald of niet? Oh, dat zijn mijn teammates. Oké, jongens, het is wel even allemaal wennen, jongen. En echt die... Wat ik helemaal moet wennen aan die overdrive shit. Dat is voor mij helemaal nieuw, gek. Want ik heb niet meer gespeeld dit spel sinds Call of Duty Modern Warfare 3. Oh, kut. Hé, ik dacht even, ik wil eens even concentreren, jongens. Ik heb niet meer gespeeld sinds Modern Warfare 3. En daar was ik wel goed in. Maar ja, toen speelde ik gewoon nog op mijn Xbox 360. Dat speelde ik daarop en toen speelde ik dat echt kapot veel. En nu ben ik dus een PC-gamer. Waarom ging je niet dood? Nee, fuck off. Hé, dat heb ik heel slecht gedaan, jongens. Ik dacht, ik ga gewoon hipfire met het ding. Ging niet helemaal lekker. Ja, ik ga 5-4. Er zijn teammates die slechter gaan. Oké, ik zat daar een schaduw te bewegen, dus dat was wel even chill. Oh, lekker. Dat gaat de goede kant op. Ik heb een war machine. Oh, zo'n war machine is een L1 en L2, R1 drukt. Oh, what the fuck? Hoe de fuck had ik die niet? Oh, dat was wel heel slecht van mij gedaan. Oh, dat was echt super kut. Dat sloeg echt helemaal nergens op, man. Hebben ze motherfucker gedood. Oké. Maar zo'n war machine krijg je een of andere noob tube krijg ik nu. Dat heet een war machine. En als ik die gebruik, dan krijg ik een noob tube. Die is een soort grenade launcher die achter elkaar kan schieten. Ik vind het wel op zich wel een grappige toepassing. Maar in het begin vond ik het zo kut, jongen. Voor mij was het echt wennen, jongen. Vooral als je CSGO speler bent. Moest ik ook wennen aan die wal langs de muur rennen. Oh nee! Meen je dat? Precies op dit moment. Ah, kut, sorry. Ja, ik heb wel een assist gekregen daarvoor. Dus dat is prima. Op zich, het potje gaat... niet zo altijd best. Niet altijd best. 9-6 ga ik. Dus, fuck a duck, man. Ik ga echt niet lekker, jongen. Dit is de eerste keer dat ik het record is shit. En dit is de eerste keer dat ik trouwens speel op een beeldscherm van de computer. En niet meer op... Azabi gaat dood! Azabi! Ik schiet gewoon naar binnen. Ik heb gehoord gewoon als je dat ding hebt, die war machine dat ik net deed, is gewoon pompenkill. Zegt hij gewoon, vorige keer ging ik spelen met een paar vrienden van me. De eerste keer dat ik die war machine haalde ook. En... Dus iemand gewoon pompen gek. Oh, hoe dan? Fuck hem, gek. Ik raakte hem. Oh, ik had hem één keer geburst. Is een fucking head. Het kan niet anders met dit ding. Hij was niet dood. Oké. Als de bier gaat dood. Oké, het gaat goed. Het gaat de goede kant op nu weer. Ik moet even kijken. 11-7. Ja, het zijn geen monsterscores, weet je. Ik ben geen Jaraski. Dus dat is. Jaraski speelt het elke dag en die speelt het echt. What? Nee, jongen. Dat bedoel ik, jongen. Mijn aim is af en toe nog echt scheef als de madde trucker. Man, waar moet ik naartoe? Waar is die gast gebleven? Oké, hij staat achter me. Nee, is hij daarboven? Oh, man. Ik ga echt niet goed. Het spijt me, jongens. Als jullie zeggen, deel je me noob. Klopt. Ik ga niet heel lekker. Ik heb echt een kutpotje. Oké, chill. Ik heb veel betere potjes gehad, hoor, jongens. Ja, en weer in mijn rug. Oprotten. Oh, jongen. Ik krijg weer die Call of Duty probleempjes die ik toen ook altijd had gewoon. Dat mensen in mijn rug komen en shit. Ik had niet goed op let of zo. Call of Duty. Het is allemaal wel ietsje snel. Ik vind het wel leuk. Het is echt genieten weer die fast pace. Op Rota Zabina. Oké. Dus niet campen, jongens. Ik wist dat er iemand zou komen gewoon. Het is netjes afwachten. Oh yeah, lekker gehip. Ah, mijn rug, man. Kut.
kut. Ik deed iemand anders aan het killen. Komt deze gast in mijn rug, jongen. Fuck a ducky, man. Ah, kut. Deze gun gebruik ik pas sinds gisteren. Want ik heb het sinds gisteren. En ik heb hem nu... Ik vind dit met het vierde potje met deze gun. En ik vind hem wel lekker schieten. Het is van een oude FAMAS. Zeg maar van Modern Warfare 2 in Modern Warfare 3. Dat was de FAMAS, dit ding. Of Black Ops was dat. Was het een triple shot. Oké, kom op. Waar zit die cloudzak? En daar was ik wel goed mee. We gaan niet lopen campen, gek. What the fuck is je probleem, kill? Hoppa! Oh. Ik wil mensen noobtuben. Kom. Wie komt? Oké, ik kan niet campen. Ik kan het niet. Boom, bitch! What up? Ik stop dat ook even vol. Ik plomp er twee beneden neer. Oké, eentje dus. Oké, hier niks. Nee, hier niks. Oké, is daar iemand? Ja hoor, ik wist dat iemand daar zou zijn. Nee! Om te huilen dit. Weer in mijn rug, jongen. Hey, we gaan verliezen, team. Kom op, man. Ik ga 19-12. Wat is dat met die? Oh, je gaat 0 om 10. Dat is wel heel schandelijk, zeg. 0 om 10. Dan heb je gewoon 0... Ah, dit is ook kut, man. Komt net twee man weer dit hoekje om. Ah, shit, deel. Kom op. Dat had ik moeten hebben, allebei. Wauw, die chopper pakt gewoon een double. Ah, man, naar boven. Kut. Nu krijgen we een pak slagen. Het is trouwens op de 100. Het is nu een weekend of zo dat je extra coins krijgt. Dus ineens is alles met de 100. Dat is een beetje gek. Oké, ik heb weer eentje. Kom op. Ik wil wegwezen hier. Een hailstorm. Oh, fuck off. Ga weg! Ik wil naar binnen. Oké, goed. We gaan... Liquid Lightning Strikes. Lekker binnen. Oké. Ik weet niet waar ik heen moet, jongens. Ik ben een beetje in paniek aan het raken. Want waar zitten die tegenstanders? Want normaal gesproken switchen die spawns toch op? Of ben ik nog gek? Oké, top. Battery gear unlocked. Oké, 100 kills is de battery. Deze klas heb ik dus sinds gisteren, hè? Ja, sinds gisteren. Dus ik heb nu al 100 kills als deze chappie. Als best een chick, trouwens. Hup! Hup! Ah, fuck, jongen! Ik heb echt ongeluk. Deze gun is super chill van afstand. Maar van dichtbij is het echt niet te doen met die hipfires, man. Oké, ik ga nu... 1120 gaat 0 om 12. Oh man, en 314. Ik dacht al, hoezo verliezen we wat? Ik speel niet een hele slechte pot, right? Oké. Woe, dat was even lekker, die kill. Oké, kom nog een keer terug dan. Kom op. Dat bedoel ik, dankjewel. Dat zijn mensen die altijd tegen je horen. Dat zijn echt GOD-spelers! Oh, bij CSGO zullen mensen nooit terugkomen. Dat weet je gewoon. Als je dat doet, ben je dood. Oké, hup, hup. Ik pomp het heel... Oh! What the fuck? Ik heb een double kill. ik heb die gast die mij gekillt. Ik heb geen kill met die war machine. Zie je, ik heb 10 kills de war machine maar. Dus ik heb het echt sinds kort pas hoor. En ik heb nu al 3. Dit potje al met de war machine. Dus ik bedoel, ja. Ik ken het veld dus niet lang. Oh! Nee, mijn zijkant! No, ik had er al eentje gekillt nog. Maar in mijn zijkant kwam een andere weer een assist. No, Matty. Ah, fuck a duck. En ik heb verloren in mijn allereerste video van Black Ops op mijn kanaal. Oh, get my shit together. Ja, het spijt me, jongens. Nou, goed, mensen. Dit was mijn allereerste potje van Call of Duty Black Ops 3 op mijn kanaal. En live. Het is een live commentary. Wil je het vaker zien? Wil je vaker zien dat dit spel... Oh, hij was wel echt geschrekt, zeg. Dat ik dit spel vaak ga spelen voor jullie natuurlijk op mijn kanaal. Laat me even weten. En inderdaad, hoe vaak moet ik dit doen? En wat voor soort video's moet ik hiervan gaan maken? Dus inderdaad, zoals ik nu doe. Ik ga 28-17. Het is niet de slechtste score. Ik bedoel, de beste van mijn team. Echt by far. Want ik heb 0-13-3-17 in mijn team. En ja, de enige die bijna in de plus staat. Bijna dubbel mijn ratio. Maar ja, goed. Helaas niet gewonnen. Vind je het een leuke video? Laat me even weten beneden natuurlijk in de reacties van... Hey Deel, ga vaker Call of Duty spelen. Laat me even weten allemaal. Doe lekker een blauw duimpje omhoog als je het awesome vond. Zie ik je graag in de volgende video. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken natuurlijk van deze video. Later was het ziens en natuurlijk... Hey!